Dit is de uitleg van Route 66. Ik speel vanuit G. En ik speel eerst E maat G. En je kunt een G7 of een G pakken, G akkoord. Dan ga je naar een C, of C7, of een C9. Dan leg je je peng eigenlijk plat, je hebt een C akkoord, maar leg je peng plat, ligt die dus hier. Dan heb je toch een G. En dan loop je, dat zijn allemaal één maat, dus 1, 2, 3, 4. If you have a plan, tomorrow west. Take a highway, that's the highway, that's the best. En dan gaat hij chromatisch naar beneden, tot en met de E. Dan heb je G, Vies, A, E. Dan ga je de A mineur, of hier. Dit is de 5e fret. En dan ga je naar de D. Of D7. En dan ga je naar de G, dus 1, 2. 1, 2, E mineur, 1, 2, A mineur, en dan D ook 1, 2. En ziet er, het geel ziet er dan zo uit. If you have a plan tomorrow west, take a highway, that's the highway, that's the best. Take your kicks on Route 66, it away. Too late. En nou, dan loopt dat eigenlijk door. Dit noemen ze echt een jazz blues. En wat vaak in deze standaard blues is van een 1-4-5 schema. Dus dan is de G is de 1 en de D is de C en de E de 5 is de D. Dus 4 is C en 1 is G. Dus G is 1 en de C is de 4 en de D is de 5. Dat is de 1-4-5 schema. Dan wordt er vaak in de pentatonische vorm gesoleerd. Maar hier speel ik in de major blues. Niet in de minor, maar de major blues. En dan eigenlijk krijg je eigenlijk gewoon, in dit geval, omdat het een beetje jazz is, pak ik de hele scale, dus de hele G. Daar kun je mee improviseren. Dus als iemand jou begeleidt of je wilt het zelf doen, dan speel je in G groot. If you. En zo loopt het dan verder. En zo kun je het hele schema kun je daarin doen. Je kunt natuurlijk, omdat dit is de eerste stap, kun je natuurlijk ook naar de mixolytisch gaan. Onthoud dus de D, hè? Dus dan ga je naar de D. Maar let op dat je niet de volledige dat speelt, maar je speelt een septiem erin. Vanuit de D tonade. Dat heb je. Zo loopt het dus door. Je kunt het dus afwisselen met ionisch, mixolydisch en dan krijg je heel veel dynamiek. Oké, succes.